Ja, wat je wil doen is het vrije doorgeven. En dat vrije doorgeven doe je aan de volgende generaties. Breda Nu. Je weet het meteen. Op 4 mei herdachten we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en staan we stil bij de mensen die niet in vrijheid leven. Zo ook in het Valkenberg, bij het monument De Vlucht van Breda. Aan wie moet u denken bij de dodenherdenking? Aan mijn vader. Ik ben nu 71. Mijn vader, toen ik geboren ben, zat hij in Indonesië. En die kwam met heel veel verhalen terug van mensen die dus daar omgekomen zijn. Het zijn jongens die moesten achterlaten. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik wel ieder jaar wel even stilsta bij het feit dat onze jongens die vrijheid hebben niet zelf kunnen kopen, die hebben gekregen. Aan wie denkt u terwijl we hier zo staan? Nou, eigenlijk alle gevallen in de Tweede Wereldoorlog. Ik denk dat het sowieso, eigenlijk vind ik het normaal dat ik hier moet staan. En nu na al die jaren, waarom blijft het belangrijk dat we dat blijven herdenken? Je zou zeggen eigenlijk voor de nabestaanden, maar die gaan ons allemaal verlaten zo'n beetje. Ze worden allemaal ouder. Dus denk ik wel dat het belangrijk is dat alle oorlogen in Nederland herdenkt worden. En dat moeten we doorgeven aan onze kinderen en onze kleinkinderen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij met z'n allen daar eens stil blijven staan. Want het is o zo dichtbij op dit moment weer dat we weer misschien in de verkeerde kant op gaan. Wat ik niet hoop, want ik ben positief ingesteld. Maar ik ga er toch vanuit dat we toch heel voorzichtig moeten zijn met onze vrijheid. Waarom vindt u het belangrijk dat de dodenherdenking nog steeds herdacht blijft worden? Omdat vrede en vrijheid voor ons zo vanzelfsprekend is en lijkt, maar het alle mens is. En dan is het goed om het verhaal van de oorlog, de verschrikkelijke verhalen van onderdrukking, van onvrijheid, om die verhalen te blijven vertellen. Zodat ook in de toekomstige generaties ons beseffen wat een groot goed is om hier in Breda in vrede en vrijheid te kunnen leven. Hoe vind je dat? Heeft papa er iets over verteld al? Ja, ik heb ook op televisie dingen van haar gezien. En mijn vader heeft er zelf ook dingen van gezegd. En kun je er iets van vertellen dan, wat je ervan weet? Nee, niet helemaal, maar ik vind het wel interessant. Ja, wat je wil doen is het vrije doorgeven. En dat vrije doorgeven doe je aan de volgende generaties. Mijn ouders hebben de oorlog nog meegemaakt. Maar mijn kinderen, ja, die hebben alleen nog maar hun opa's en oma's. En soms zijn die ook alweer overleden. En dan moet je die verhalen van generatie op generatie blijven vertellen. Zodat ook het verhaal van de Tweede Wereldoorlog, het verhaal van onvrijheid, het verhaal van onderdrukking, dat dat ook doorverteld wordt aan de volgende generaties. En dat doe je door ze hier ook een prominente plek te geven. Want het gaat ook over hun vrijheid die we koesteren. Breda Nu. Je weet het meteen.